Goedenavond allemaal. En extra fijn om elkaar te zien op dit moment. Het voelt onbestemd, jij zei het ook. Niemand weet hoe we morgen wakker worden. Ik ga altijd met een heel vreemd gevoel slapen. Hè. Je checkt je telefoon, wat zijn de laatste berichten. En de volgende ochtend word je wakker en denk je, oh mijn hemel, hoe is het nu in Oekraïne? En het is des te fijner om met elkaar samen te zijn, om met elkaar te kunnen praten, van gedachten te kunnen wisselen. Hoe duiden we de situatie? Wat betekent dit? Hoe zijn we hier gekomen en welke wegen zien we daaruit? Niet omdat ik denk dat dat makkelijk is, niet om te pretenderen dat we alle antwoorden hebben, maar omdat we allemaal de verantwoordelijkheid hebben om daarover na te denken. En het is... Kijk, ik denk dat we allemaal wel beelden hebben die bij ons op het netvlies staan en die raken. En ik ben een vader van 3 kinderen. En beelden van kinderen is wat bij mij altijd het hardste binnenkomt. En zeker pasgeboren kinderen. En als je ziet hoe kinderen nu geboren worden in schuilkelders. En toch met alle liefde van de wereld daar hun ouders voor, die daar in angst leven. En voor wie hen nog steeds dat kleine hummeltje het allermooiste op de wereld is. Dat laat ook de kracht van de mens zien. En dat is heel pijnlijk. Maar het geeft ook ongelooflijk veel hoop. En dat is waar we ons aan vast moeten houden. Vanavond wil ik het met jullie hebben niet alleen over wat er in Oekraïne gebeurt. En de impact die dit heeft op de mensen die daar leven. Dit gaat over zo ontzettend veel meer. Kijk, het allerbelangrijkste is dat we stilstaan bij de slachtoffers daar. Dat we nadenken over hoe we deze oorlog kunnen stoppen. Maar er is een reden waarom de wereld zo verenigd optreedt. Ik kan emotioneel worden als ik kijk naar de beelden in Oekraïne. Maar ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik werd ook emotioneel toen ik zag dat 140 landen in de wereld dit veroordeelden. Dat er nog 5 plekken waren die het niet deden. Maar 140. Ook dat geeft hoop. En dat komt omdat dit over meer gaat. Na de Tweede Wereldoorlog zeiden we nooit meer oorlog. En de Verenigde Naties werden opgericht. En artikel 2.4 van het VN-verdrag, die zegt, het gaat over het vreedzaam samenleven. Die zegt, het mag nooit meer gebeuren dat een ander land binnenvalt. Die grenzen met voeten treedt. En dat is waarom we ook zo hard reageren nu op wat Poetin doet. We mogen dit niet accepteren. Want Poetin staat niet alleen voor deze inval in Oekraïne, het staat ook voor een volstrekt ander wereldbeeld, een ander ontwikkelingsmodel. Poetin heeft niks op met onze vrije democratieën, met onze manier van leven. Onze samenleving kenmerkt zich door openheid, dat we hier bij elkaar mogen komen. Dat jullie straks, bij voorkeur richting Bas en niet richting mij, uitermate kritische vragen stellen, zonder dat je wordt afgevoerd door de beveiliging. Dat je je mening kan uiten. Dat we onze diversiteit vieren. Dat is niet waar autocraten als Poetin voor staan. Dat zijn zogenaamd sterke leiders. Het is inmiddels gewoon een oude man van 70, maar hij waant zich nog steeds die man op dat paard. Je zal je er maar op laten fotograferen. Het zegt veel over wie je bent. En een land regeren met een sterke vuist. Geen pluriformiteit, geen diversiteit. Wat ik wil. En dat is ook de aantrekkingskracht natuurlijk waarom extreemrechtse types in onze landen, in de Europese Unie, waarom die zo'n aantrekkingskracht voelen tot iemand als Poetin. Het is precies het wereldbeeld wat zij delen. En onze democratie wordt van buiten aangevallen door Poetin, maar ook van binnenuit door extreemrechts. En dat betekent dat we ons niet alleen moeten verzetten tegen Poetin, maar ook tegen al die mensen hier in Nederland en in andere Europese landen die dwepen met dit soort autocraten. Die een einde willen maken aan onze vrije samenleving. Die dreigen met tribunalen. En die niet geloven in onze democratische rechtsstaat. En daarom moeten we iedere dag opnieuw opstaan tegen Forum voor Democratie. Laat ik er geen misverstand over bestaan. We zitten in deze situatie dankzij Poetin. En niemand anders. Maar hoe heeft hij zo
belangrijk en groot kunnen worden. Hoe is het voor elkaar gekomen dat hij in deze positie zit? En daar zijn wij debet aan, als Europa en als Nederland. Kijk, ik vind dat eigenlijk geen lezing kan worden gehouden of geen speech gegeven zonder naar Bram van Ooyek te verwijzen. Dus dat doe ik ook. Kijk, uiteindelijk is de buitenlandpolitiek van Nederland en de Europese Unie terug te brengen van de afgelopen decennia tot hoeveel geld kunnen we verdienen. En met het beleid is nog altijd bepaald door de Malitoren. Dat is het kantoor waar VNO-NCW gevestigd is. Als we maar geld kunnen verdienen, dan maakt de rest niet uit. Geldt niet alleen voor Rusland, hè? Geldt ook voor al die andere autocratieën. Een genocide in China, op de Oeigoeren, niet te veel over zeggen. Gewoon vrolijk op staatsbezoeken gaan in Saoedi-Arabië. Want hé, er moet geld worden verdiend. En wij zelf hebben Rusland belangrijk gemaakt. En met wij bedoel ik absoluut niet GroenLinks. Al vele jaren waarschuwen wij hiervoor. Maar het is regering op regering geweest die dit heeft gedaan. In 2010 kwam het briljante plan, Nederland moet een gasrotonde worden. Nu hou ik van wielrennen, ben ik sowieso niet zo fan van rotondes, maar die gasrotonde die zou moeten komen. In plaats van in te zetten op minder afhankelijk te worden van Russisch gas, werden we juist meer afhankelijk. Top idee. En in 2014 ging onze koning naar Sochi. Kennen we de beelden nog? Een biertje met Poetin. En in de Tweede Kamer stelden we daar vragen over. Weet je wat de reactie was van Mark Rutte, die toen ook al premier was? Ja, mooi hè, Heineken stond supergoed in beeld. Kijk, en we lachen erom, maar hoe ernstig is dat? Ja, Heineken stond in beeld, terwijl je gewoon met Poetin daar zat. We gingen Nord Stream 2 aanleggen. En we zeiden, jongens, doe dat nou niet. Dit is een geopolitiek project. Dit maakt Rusland alleen maar belangrijker. Nee. GroenLinksetjes, dat zien jullie helemaal verkeerd. Nee, dit is een commercieel project. Laat dit nou maar gewoon naar Shell, dan moeten wij ons niet mee bemoeien. En dit is niet van 10 jaar geleden, hè? Dit werd gewoon nog dit najaar gezegd. Terwijl we zagen dat de troepen werden opgebouwd aan de Oekraïnse grens. Nord Stream 2, een puur commercieel project. Amahoula. En na de verschrikkelijke aanval op MH17... zou je toch denken dat onze relaties met Rusland toch echt wel bekoeld waren. En dat we geld verdienen aan Rusland. Jongens, moeten we dat nou wel doen? Nee hoor. Het was het moment geweest om te stoppen met Nord Stream 2 en alle andere contracten. Maar Nederland draafde gewoon door, want er moest geld verdiend worden. En dit is waar Nederland, maar ook andere Europese landen de mist in zijn gegaan. Het economisch belang boven het belang van onze idealen stellen. Boven het idee van mensenrechten. En de angst om iets te doen aan klimaatverandering. Gewoon lekker aan die fossiele brandstoffen blijven zitten, want het is lekker goedkoop. Daarmee je niet snappen dat je afhankelijk wordt van dit soort autocraten. En dat we nu dus blij mogen zijn, mijn lieve opa zegt, de lieve heer op onze blote knietjes danken, dat we straks van de Verenigde Arabische Emiraten gas mogen krijgen. Omdat we zo afhankelijk zijn van het buitenland. Terug naar Oekraïne. Het is goed dat we nu keiharde sancties nemen. En wat mij betreft kan er nog wel een stapje bij. Gisteren zei de minister van Financiën dat we de kantoren op de Zuidas gaan aanpakken. Top, maar ik heb geen concreet voorstel gehoord. We hebben vandaag gelijk Kamervraag hierover ingediend. Want dit is iets waar we ook al 10 jaar voor waarschuwen. Ik kan me nog zo goed herinneren, al die debatten die we hebben gehad. Of het nou met Wiebes was, of wie hebben we allemaal gehad? Hoe heet hij ook alweer? Jij weet het, Bram. Onze grote vriend uit Limburg. Wekers, ja, dat was hem. Wat de staatssecretaris ook was, al die debatten die we hadden en zeiden, kunt u mij nou uitleggen wat de meerwaarde is van zo'n brievenbusfirma? Wat dat nou doet voor de economische activiteiten in Nederland? Het is puur bedoeld om activiteiten af te schermen van mensen die niet willen weten wat er gebeurt. Er stromen miljarden doorheen en we hebben geen idee. Ja, we weten allang dat allerlei oorlogsmisdadigers hier gebruik van maken. Gaddafi was ook echt, de Zuidas vond hij top. Kon hij al zijn geld doorheen laten stromen.
Ze moeten het harder aanpakken. En wat mij betreft, niet alleen de Russische bedrijven die met Rusland bezig zijn, maar allemaal brievenbusfirma's zouden geen plek moeten hebben op de Zuidas. En wat nodig is, is een boycott op Russisch gas en ook olie. En hoe moeilijk het ook is, en het misschien niet morgen kan, we moeten gaan afbouwen. En ik had een debat maandag en de minister van Buitenlandse Zaken die zegt dat het is allemaal moeilijk en ingewikkeld. Ja vrienden, we weten hoe moeilijk en ingewikkeld het is. En het is vooral voor landen in Oost-Europa. En die zullen misschien wat meer tijd nodig hebben. Maar wij in Nederland kunnen al afbouwen. Wij in Nederland zouden al meer kunnen doen. En iedere euro die niet naar Rusland gaat, omdat wij gas of olie van hen afnemen, is een euro minder die ze in die oorlog kunnen stoppen. Begin daarmee. En als antwoord krijgen we, in maart krijgt u een brief over hoe we gaan afschalen. In maart. Nu. Het is nu de tijd om af te stappen van het Russisch gas. Hoe moeilijk het ook is. En daarom is het zo mooi en symbolisch dat we zeiden, liever een minuut in het donker, dan dat we nog een minuut langer geld naar Poetin sturen. Het moet stoppen alsof het echt menens is. Dat we een einde willen maken aan die oorlog, dan zullen we zelf ook een prijs moeten betalen. En die prijs zal hoog zijn. En wat we ook moeten doen, zijn vluchtelingen opvangen. En ook hier maak ik me echt grote zorgen. Ja, de komende dagen gaan we dit verder uitwerken. 1 miljoen mensen, binnen een week. 1 miljoen mensen die niet meer thuis kunnen wonen. Meestal opgevangen in de buurlanden, maar ze zullen ook hier naartoe komen. En we moeten ze gastvrij ontvangen. En ik ben heel blij met de opvang in de buurlanden. Ik vind dat ze dat knap doen. Maar laten we heel eerlijk zijn. Het racisme wat we daar nu zien, hoe zwarte studenten in Oekraïne die geen toegang weten te krijgen, dat is onacceptabel. Zoals ik zei, we vechten niet alleen tegen Poetin, tegen één man. Dit is een oorlog over ideeën. Wij strijden voor mensenrechten. En als je dat weet, en voor democratie, en als je dat doet, en tegelijkertijd gewoon ronduit racisme aan de grenzen ziet, dat kan niet. En tot slot, we mogen niet bang zijn om keiharde sancties te nemen. Maar we moeten ook niet bang zijn om de onderhandelingstafel weer op te zoeken. Uiteindelijk moeten we in gesprek weer raken. Niet uit zwakte, maar uit kracht. En de-escalatie betekent voor mij niet dat we minder sancties moeten opleggen. We moeten echt laten voelen dat de wereld dit niet pikt en Rusland zoveel mogelijk verzwakken. En tegelijkertijd onze hand blijven uitsteken. En proberen aan die onderhandelingstafel te komen. Om allereerst te komen tot de staakt het vuren. En vervolgens tot een duurzaam vredesakkoord. Want dit kan zo niet doorgaan. En als ik ergens op hoop, wat ik het meest op probeer te zoeken is, wie zijn nou die invloedrijke mensen in Rusland? Wie gaan er opstaan om tegen Poetin te zeggen, tot hier en niet verder. Stop hiermee, niemand wint hierbij. Ook Rusland niet. Het is een irrationele oorlog. Voor zover er ooit een rationele oorlog is. Stop hiermee. Maar we moeten ook nog iets anders doen. Want als dit ons iets moet leren, is het wel dat we als Europa niet sterk genoeg staan. We hadden dit niet mogen laten gebeuren. En ik wilde ermee afsluiten, maar ik ga ermee beginnen omdat jij het erover had. Het klimaat- en energiebeleid. Hoeveel debatten wij niet in de Tweede Kamer hebben gevoerd en zeiden, zou het nou niet een goed idee zijn dat we dat veel meer bij Europa wegleggen? Europa ging toch over de grote zaken? De inkoop van energie. Dat is een strategische vraag. Dat moet je bij Europa neerleggen. Nee, daar gaan wij zelf over. Wij zijn immers de gasrotonde. Wij verdienen daar geld aan. En dat kleine eigenbelang heeft Europa gewoon minder sterk gemaakt. En dat moet veranderen. We moeten ervoor zorgen dat we weer gemeenschappelijke inkoop krijgen. Dat Europa echt de baas wordt over ons energiebeleid. Bij voorkeur met Bas aan het hoofd. Maar er moet veel meer gebeuren. Het buitenlandbeleid. Het is allemaal leuk en aardig dat we allemaal onze eigen minister van Buitenlandse Zaken hebben. En die zullen we houden. Maar ik heb 1000 keer liever één iemand in Europa met een krachtig signaal die gelijk kan optreden, dan dat we allemaal een ander geluid laten horen. Het is tijd dat we stoppen met de veto's die er op het buitenlandbeleid liggen. Hoe mooi zou het zijn, zou ik zeggen, tegen Macron, die het zo heeft over Europa terug als wereldmacht. Nou, de Britten zijn nu uit de Europese Unie.
Er is nog één Europese zetel in de Veiligheidsraad van de Fransen. Maak er een zetel van voor de Europese Unie. Het vluchtelingenbeleid, we hebben het er al over gehad. We praten er al 10, 15 jaar over. Verander het. Stop met de afspraken die we in Dublin hebben gemaakt. Kom tot een betere verdeling. En niet alleen omdat er nu vluchtelingen toevallig aan onze grenzen staan, maar ook voor al die andere mensen in de wereld die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Nou. En tot slot defensie. Iemand sprak me al aan, net. We gaan het er zo dadelijk vast nog over hebben in de Q&A. Die zei, ik kom nog van de PSP. Hoe gaat het met het passivisme? Ik zei, nou op dit moment niet zo lekker. Maar is dat gedachtegoed er nog? Kijk, ik heb zelf ook gezegd, op een moment als deze is het natuurlijk bespreekbaar dat de uitgaven aan defensie omhoog zullen gaan. Daar sta ik voor, 100%. Maar te doen als we alleen meer geld uitgeven aan defensie, de oplossing is uit dit conflict, dat is gewoon niet waar. En wij zijn GroenLinks, dus we zijn altijd bereid om te zeggen, wat kunnen wij anders doen? Nou, dat is misschien op dit punt. Maar het wordt tijd dat ook die rechtse politici aangeven hoe ze de afgelopen jaren ervoor hebben gezorgd dat Rusland alleen maar sterker heeft kunnen worden. Dat we echt energie onafhankelijk moeten worden, energie besparen, naar 100% duurzame energie toe moeten. Dat we een sterk Europa hebben, geen verdeeld Europa, waar eigen belangen gelden. En al die stappen, die zullen we nu met elkaar moeten zetten. Laat het een wake-up call zijn. Want dit is een strijd die we aangaan die niet volgende week klaar is. En hij is het allerzwaarst voor de mensen in Oekraïne. Het meest verschrikkelijk. Omdat zij daar betalen met hun eigen bloed. Maar de strijd gaat lang duren. Dit wordt een marathon. En om ervoor te zorgen dat we draagvlak behouden voor deze stevige aanpak van Rusland, is het ook nodig dat we zorgen dat hier in Nederland en andere Europese landen de hele bevolking het kan meemaken. De energieprijzen stijgen nu al hard, maar die zullen gaan exploderen. En je thermostaat een graad lager zetten, of 2 of 3, is heel goed. Maar er zijn ook mensen voor wie het niet 1, 2 of 3 graden is, want dat hadden ze al gedaan, want ze konden het niet betalen. Voor wie de verwarming straks niet meer aan kan. Die moeten kiezen tussen warm eten, of een bad, of een douche. Of even de verwarming aan. Mensen die echt niet meer rond kunnen komen. En dan moet je niet zeggen, we gaan ergens in het voorjaar wel kijken hoe we de koopkracht van deze mensen gaan repareren. Koopkracht, zoek het uit. Dat gaat over mini-procentjes. Deze klappen zijn zo ontzettend groot, die kunnen mensen niet meer aan. Als jij 2200 euro verdient en jouw energierekening die gaat van 100 euro naar 250 euro, dan is dat gewoon 10% van je inkomen. Dat kan je er niet bij hebben. En dat vraagt van ons om solidariteit hier in Nederland. Dat vraagt niet om een paar tientjes erbij. Dat vraagt om herverdeling van rijk naar arm. En dan krijg ik gelijk te horen, we doen er altijd voorstellen voor, het is niet gericht genoeg. Het gaat naar iedereen op deze manier. Ja, dat klopt. Omdat deze tijd het niet toestaat om heel gericht voor ieder persoon nauwkeurig te kijken, mag ik even jullie loonstrookje zien? Dan krijgt u precies dit wat u nodig heeft. Of jij. Dat deden we ook niet in de coronacrisis. Deden we ook geen riekbeleid. Kreeg ook alle grote bedrijven de steun. Ja, we kunnen het allemaal niet precies doen, maar hapsakee, daar kregen ze het. Het hele punt is, als er nu geld gaat omdat wij de energierekening voor mensen betaalbaar willen houden, ook naar mensen die het niet nodig hebben, dan zorgen we er volgend jaar voor dat ze gewoon wat meer belasting betalen. Daar heb je een belastingssysteem voor. En dat moeten we nu eens eindelijk gaan inzetten daar waar het voor nodig is. Dus 1000 keer liever dat we nu belastingkortingen geven op energie of zorgen dat de energieprijzen worden bevroren. Waar iedereen profijt van heeft. En als er dan mensen zijn die dat makkelijk konden betalen, volgend jaar gewoon een hogere belasting voor de allerhoogste inkomens. Voor miljonairs. Voor de mensen met grote vermogens. Voor de grote bedrijven en vooral de energiebedrijven die hier gewoon van profiteren. Want in iedere oorlog zijn er mensen te lijden. En zijn er gewoon ook bedrijven die winst maken. Belasten die handel. We moeten samen deze tijd door solidair te zijn met Oekraïne en alles te doen wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat het conflict daar stopt. En dat kan alleen als we eensgezind blijven in Europa, in Nederland.
En dat kan alleen als we solidair zijn met elkaar. En zorgen dat iedereen de rekening kan betalen. In een warm huis kan wonen. Kan eten. We staan voor grote vragen. En een belangrijk keerpunt. Ik heb het zo vaak gezegd en het heeft nog nooit zo gevoeld als nu. En het is belangrijk dat we daarom verenigd staan. En we hebben nog niet alle antwoorden, ik ook niet. Ik ga niet pretenderen dat alles wat ik heb gezegd de oplossing is. Maar dit is de richting die we wat mij betreft met elkaar op moeten gaan. En ik kijk er naar uit om daar met jullie nu het gesprek over aan te gaan. Dankjewel.